Welkom bij Sinjak Delfshaven, de dag dat president Obama een nieuwe ambtstermijn is begonnen. We beginnen met Wat praat wat over het weer, met name de sneeuw. Wat praat oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeer ze nee. Wat? Wat? Zeg taki, zang. Wat praat wat? Als ik het wil hebben. Zang. Wat? Wat praat? Wat? Wat vind je van die sneeuw? Nou, lekker. Ja. Ik ga meestal skiën, dus, maar ja, dat kan even niet. Maar je skiet naar je werk nu, hoor. Ik ski bijna naar mijn werk nou. Nou, ik vind er helemaal geen kloot van. Want? Mensen moeilijk lopen, rollatertjes kennen niet vooruit. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Kinderwagens, alle kanten heen. Yeah. Ik vind persoonlijk zelf niks. Okay. Ik heb liever 22 jaar. Ik vind het heel leuk. Yeah. Ja? Nee, sneeuw vind ik echt heel, heel leuk. Alleen soms, als het vast bevroren is, wat minder. Moeilijk weg te halen. Mm-hmm. Maar voor de rest, ja, ik vind hem, ik geniet er altijd van. Ik vind het altijd heel leuk. Wat ik vind van de sneeuw? Yeah. Ik vind dat ze het hier op dit plein prachtig hebben opgeruimd. Yeah. Normaal blijft het liggen. En nu is het allemaal weg. Okay. Alleen de kooplieden die zullen dat misschien niet geweten hebben en gedacht hebben. Het plein ligt vol met sneeuw, ik ga niet naar de markt. Het is heel klein vandaag. Hè? Nou, verschrikkelijk. Ja. Het zijn niet meer de kooplieden van vroeger hoor. Ik vind het heerlijk. Ja? Ja. Nee, ik vind het echt lekker. Ik vind het gezellig. Gisteren met het zonnetje ook op Afrikanenplein. Ja. Ik vond het lekker, lekker weer. Ja. Alleen ja, jammer, de roadtrip heb ik niet helemaal opgeruimd, zoals je kunt zien daar. Ja. Dus dat heb ik zelf vanmorgen gedaan. Dus ik hou er wel van. Daar kan ik niet tegen spreken, want sneeuw is beter dan regen. Ja, ik hou van sneeuw, ik ga graag skiën. Ja? Maar hier moet ik het niet hebben. Nee, in Nederland geen sneeuw, alsjeblieft niet. Hoe meer, hoe meter. 1 meter, 2 meter. Ja? Weet je? Had je maar nog last in verkeer of zo? Niet te lang. Nee? Niet te lang natuurlijk. 1 of 2 weken, want als ondernemer, zoals je op de markt staat, als het te lang duurt, dan is het ook een beetje moeilijk. Maar een weekje of zo, 2, ja, weet je? Nee, super. Ja? Nou, het valt wel mee. Ze hebben aardig wel de markt schoongemaakt. Dus, ja. Dus je hebt er geen last van qua bezoekers hier? Jawel, je ziet de helft. Wat vind jij van dit weer en de sneeuw? Ja, moet ik ervan vinden. Dat weet ik niet, we hebben er last van? Nee. Nee? Nee, nergens last van. Behalve dat er minder klanten onderweg zijn, neem ik aan. Ja, ligt niet altijd aan het weer hoor. Ligt aan de crisis. Dus, Sneeuw of ijs? Wat heeft u liever? Als ijs. Gewoon ijs? Ja. Zonder sneeuw? Zonder slagroom. Vind je wel dat de gemeente genoeg doet om de straten schoon te houden? Nou, ze hebben van dit jaar behoorlijk de best gedaan. Ja? Ja, het is nog niet helemaal super, maar toch behoorlijk de best gedaan. Want alles wegkrijgen doe je toch nooit. Oh, op de buiten op de grote weg, nou, allemaal prima. Ja? Ja hoor, de provinciale wegen, allemaal goed. Niks aan de hand. Ja, de winter is toch een beetje afzien allemaal. Mm-hmm. Maar nu kan je nog naar de markt. Maar ik stond op de blaak en zo, ja, dat kon ik dinsdag niet. Het was veel te veel sneeuw. Nou, de sneeuw is lekker als je er van plezier van kan maken. Maar zoals wij, als je er doorheen moet baggeren of in de kou moest, dus daar valt het niet helemaal mee hoor. Nee. Gewoon liever koud. Ja? Ja. U houdt niet van sneeuw? Ja, lastig hè, gevaarlijk. Met lopen, ja, dat ja. Rijden. Wat heb je nou liever, sneeuw of als het gewoon koud is? Nee, dan liever gewoon koud natuurlijk. En die rotzooi, daar koop je niks voor. Het is wel erg rustig hier zo. Op de markt nu? Ja, daar komt geen keer buiten nou. Dat is het resultaat inderdaad van heel veel sneeuw. De markt is een soort van leeg. Klopt, de hele week is het zo. Hele week. Dinsdag ook, was ook alles leeg. Zijn er maar, is er maar 1 rij opgebouwd. Woensdag ook, hetzelfde resultaat. Hoeveel lagen heb je aan? Even vertellen. 1, 2, 3. 3 en een jas. Oh, nou, is te doen? Ja, is te doen. Ja hoor, ik leid geen kou. Beetje koude vingers. Maar heb jij verder nog last gehad in het verkeer of zo? Natuurlijk, absoluut. Iedereen wel een beetje. Maar je moet gewoon voorzichtig rijden. Het is gewoon spannend rijden, weet je wel. Die auto glijdt naar links, naar rechts. Rustig. Okay. Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik sneeuw leuker dan de vorst. Ja, dus als het bijvoorbeeld min 7, min 10 is en het vriest alleen maar, dan vind ik het ijzige wind, hè? Nee, en die ijzige wind, dat is minder. Maar als het veel sneeuw, dat is juist leuk. Wat praat oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeer ze nee. Wat? Wat? Zeg taki, zang. Wat praat wat? Als ik het wil hebben. Zang. Wat? Wat praat? Wat? 3 moorden binnen 5 weken. Hoe gek kan het worden in Delfshaven? Nabij het Marnix College aan de Essenburg Singel heeft de politie een dode man aangetroffen. De politie werd rond 8 uur zondag gebeld door de man die slecht was te verstaan en vertelde dat hij er slecht aan toe was. Hij kon niet zeggen waar hij was of wat er was gebeurd. Meerdere politieeenheden gingen naar hem op zoek.
Nadat de politie een melding had gekregen van een schietpartij aan de Essenburg-Singel, werd de man uiteindelijk in die straat in de auto gevonden. De man bleek inmiddels overleden. Zijn voetgangers en wielrijders geen prioriteit bij sneeuwval in Delfshaven? Sneeuwengelen in de overblijf in de Korenaarstraat. Vind je sneeuw leuk? Nee. Nee, maar je gaat er toch in nu? Nee. Nee. Ja. Ik haat sneeuw. Wat is hier nog meer te doen? Niks. Ga je mij een rondje laten zien wat er allemaal is? Hou je de microfoon vast? Van dat ga je vallen op de slee. Daarom. Laten zien wat je allemaal kan doen hier zo. Auw. Vallen dus. Moet ik wat nog meer zeggen of... Als jij wat meer wil zeggen, dan mag dat. Doe je lelijkut. Wie heb je ingegraven? Ik zie er niks van. We hebben Rosa ingegraven met sneeuw. Doe het nog even opnieuw. Jij wordt ingegraven voor de film. Wat je ook kan doen. Sneeuwengelen maken. Weet je hoe dat gaat? Sneeuwengelen maken. Hoe heet ze? Rosa? Rosa. Rosa wordt begraven in de sneeuw. Hallo wereld, wereld, de wereld is van mij. Zij wat dat zijn kleuren voor mij. Rood en blauw en wat ik doe is samen met jou. En waar ik ga is samen met jou. Hallo wereld. Hey. Ja, ja, ja. Je bent van ons allemaal. Hallo bed. Goedemorgen, nieuwe dag. Hallo. De lezers van You Know Me hebben de vrouw van het jaar gekozen. Ladies and gentlemen, the woman song. She's a woman. Yeah, she's a woman. I am woman, hear me roar, if you don't open my door. I can do anything that a man can do, but I don't have to. Hoi, ik ben Brechtje, ik ben de redactrice van You Know Me. Oké, en jij bent? En ik ben Els en ik ben verantwoordelijk voor You Know Me in Nederland. Oké, en dan wil ik heel graag weten voor de mensen die het niet weten, wat is You Know Me? You Know Me is een website voor en door vrouwen. En je kunt daar van alles lezen over mode, beauty, wonen, schoonmaken, hele lekkere recepten, aangevuld met leuke kookvideo's. Maar je kunt er ook je verhaal delen. You Know Me is Japans voor theekopje. En dat staat eigenlijk symbool voor een momentje voor jezelf. Dus als je even op You Know Me gaat surfen, dan is dat een momentje voor jezelf. Net zoals dat je lekker een kopje thee drinkt. Iedere week is er een verhaal over een mevrouw die in een hele brede zin iets kan vertellen over haar leven. Wat ze heeft meegemaakt, wat haar inspireert. De bedoeling is dat ze daarmee andere vrouwen inspireert. Dus er komen heel veel reacties op zo'n verhaal. Er zijn 10 vrouwen dit jaar genomineerd die meedongen naar de prijs. En de hele community heeft vervolgens gestemd. En de meeste stemmen zijn naar Margie gegaan voor dit mooie initiatief. Dus het is echt een prijs voor en door vrouwen. En de community heeft zelf besloten wie deze prijs dit jaar moest winnen. Margie.
Nou, wat lief dat jullie een leuk kaartje hebben. Dit zijn ook, hun zijn ook heel belangrijk, want zij doen weer allemaal werk op voor je ambachtsschool. Dat is ook vlakbij. Oh, leuk. Nou, wat leuk. We zijn hier vanochtend voor een hele bijzondere uitreiking. En zeker als ik nou merk hoe we hier worden ontvangen en hoe mooi de Club Mensen is waar we nu mee samen zijn, dan voel ik het als een extra eer om vandaag een mooie prijs te mogen uitreiken. Jouw verhaal heeft heel veel vrouwen geïnspireerd eigenlijk om te reageren, om op ideeën te komen. En eigenlijk precies wat jij met je eigen woonkamer hebt bedoeld, zie je ook dat het op de site, hè, wat natuurlijk een omgeving is waar mensen elkaar niet kennen, niet persoonlijk kennen, maar wel een plek waar mensen ook contact met elkaar proberen te zoeken. Hè? Ook een plek waar mensen hun verhaal kunnen vertellen. Ook een plek waar iedere dag wat te beleven is. Hier koken de mensen zelf. Bij ons komen ze om receptideeën op te doen. Hier worden de verhalen zelf verteld aan tafel. Bij ons vertellen de mensen hun verhaal. Hè, vertrouwen ze toe aan het web. Dus ook echt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. En daarom denk ik dat jij een hele terechte winnaar bent voor de vrouw van het jaar. Verkiezing. En dat is dit mooie beeldje. Oh. De echte award voor misschien bij jou op de schoorsteenmantel, maar misschien ook wel een mooie plek van hier ergens in de woonkamer. Dus deze is je van harte gegund. En dan hebben we aan de andere kant nog een. Nog een draai mee bij ons. Zo. Aan het ik denk dat die prijs ongelooflijk op zijn plek is, want ik krijg ook van deze plek ongelooflijk veel energie. En ik denk, wat jij zegt, ik moet die prijs niet hebben, want we moeten hem met z'n allen hebben, want jullie zijn samen verantwoordelijk voor wat hier staat. Maar jij als persoon bent in dit geval uitgekozen. Ik zie mezelf totaal niet als, genomineerd of dat je dat vindt. Winnaar. Winnaar vind ik een beetje een naar woord. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat we doen het met elkaar. En ja, kan even niet zo zijn. Oh, kijk, er komen nog meer. Ja. Oh, helemaal top, dankjewel. Hey, leuk dat jullie zijn gekomen. Nou, Maartje, je hebt net een prijs gewonnen. Wat vind je ervan? Ja, een beetje onwennig, want ik vind eigenlijk dat we het met elkaar doen. Het met elkaar, dus het voelt iets wat we met elkaar gewonnen hebben. Dus dat vind ik belangrijk. Maar had je het verwacht? Nee. Ik heb zelf ook, ik vind het heel leuk, want ik heb zelf zeg maar niet gelobbyd in mijn netwerk. Het is echt puur gestemd door de vrouwen die op dat platform lezen en met elkaar praten. Dus dat vind ik wel super leuk. Kom ook op televisie weer dan? Ja. Wat voor dag dan altijd? De laatste schoolkeuzemarkt bij Pier 80, georganiseerd door Delphi. Hallo, kunt u vertellen wie u bent? Ja, ik ben Cora van de Koppel en ik ben een van de onderwijsopbouwwerkers bij Delphi Opbouwwerk. Nog even, want wij worden wegbezuinigd. Dus, en dit is een schoolkeuzemarkt. Wat houdt dat precies in? Dit is een VO-schoolkeuzemarkt. Dus dat betekent dat er staan hier 24 scholen voor het voortgezet onderwijs. En alle groepen 8 van de scholen van Delfshaven komen hier naartoe met hun meester of juf. En alle ouders zijn uitgenodigd. En overdag komen de groepen kinderen met de leerkracht en ouders. En 's avonds hebben we een openstelling van 7 tot 8:30. Dan mogen kinderen en hun ouders samen nog terugkomen om nog een keertje de informatie langs te lopen. Is het moeilijk om een keuze te maken? Ja, eigenlijk wel. En hebben jullie al, heb je een voorkeur al? Eigenlijk niet. Helemaal geen school waarvan je denkt, nou dat zou ik wel leuk vinden? Eigenlijk wel. Die school heet GGKH en Lucia Peters MAVO. En wat kan je daar speciaal leren? Dat weet ik niet precies. Hoe belangrijk vindt u zo'n schoolkeuzemarkt? Nou, voor ons
voor de scholen en voor de ouders is het heel belangrijk. We doen hem nu voor het 11e jaar en wij hebben een totaalpakket. Dus wij komen als onderwijsopperwerk op alle basisscholen in de oude kamers voorlichting geven aan de ouders over het Nederlands onderwijssysteem en over wat je rol als ouder is in het hele schoolkeuzeproces. Dan hebben we die markt waar kinderen en de ouders naartoe komen. En die hebben wij georganiseerd zodat ze een voorselectie kunnen maken. Want je hebt natuurlijk enorm veel scholen. Allemaal verschillende niveaus. Dus we hebben hier ook de niveaus bij elkaar staan. En dan kunnen ze al kijken, oh dat vind ik leuk, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Dus dan ga ik naar die drie scholen, naar de open dagen. Ik ben Jamie Visser, ik ben teamleider van het LMC Praktijkonderwijs. En wij zitten op de Schietmaastraat, dus in het centrum van Rotterdam. Kun je iets vertellen over het belang van zo'n voorlichtingsmiddag? Ja, het is heel erg belangrijk voor alle kinderen en vanavond ook voor de ouders. Wat voor scholen zijn er? Wat doen ze? Om daar een indruk van te krijgen. En wij vinden het heel belangrijk om op die manier het eerste contact met de kinderen te leggen. En om ze daarna ook uit te nodigen met een juf of meester of een docent bij ons op school. Wat voor soort leerlingen zoeken jullie? Het is voor ons school belangrijk dat je creatief bent. Ja, want je komt in de sector terecht van de media en de grafische vormgeving. Dus je moet het leuk vinden om met computers te werken. En je moet ook creatief kunnen denken. Wat vindt u het belang van zo'n schoolkeuzemarkt? Het belang ervan? Nou, sowieso dat de kinderen als eerste een beetje kunnen oriënteren. En ik denk dat zo'n schoolkeuzemarkt daar het beste platform voor is. Want u bent met uw dochter meegekomen? Ja, ik ben met mijn dochter meegekomen. Klopt. Dus u vindt zijn middag wel belangrijk om... Absoluut. Ja, maar dan kan ik een beetje kijken waar ze zelf in geïnteresseerd is. En verder kijken wat er nieuw is op de markt. Want elke school biedt wel weer wat anders aan vakken en de manier van lesgeven. En ik denk dat dat toch wel grotendeels een beetje vrijkomt tijdens zo'n middag. Want het is nu de laatste keer. Wordt het belang niet gedeeld door de gemeente? Want de subsidie stopt, begrijp ik? Ja, nou, de deelgemeente zegt van ja, wij subsidiëren geen activiteiten meer gericht op ouders en school. Dat moet de stad maar doen, die moet dat maar financieren. En de scholen moeten zelf maar met hun ouders, die hebben de verantwoordelijkheid voor die ouders en die moeten dat zelf maar gaan doen. Nou, wat je hier hoort is dat die scholen zeggen ja, wij krijgen steeds meer te doen, steeds hogere eisen met steeds minder geld, dus steeds minder mensen. En ze vinden het allemaal stuk voor stuk enorm jammer dat dit weg gaat vallen. Want zij hebben op deze dag 600 tot 700 kinderen die langskomen. En gemiddeld 200 ouders. Dus in één dag tijd hebben ze een enorm bereik. Dus ze vinden het allemaal. En ze zijn ook allemaal aan het denken van hoe kunnen we op wat voor manier toch zorgen. Want dit is eigenlijk een beetje een traditie geworden. 11 jaar in Delfshaven. En we hebben ook een heleboel scholen inmiddels hier. En ze vinden het allemaal geweldig jammer. En ik vind het ook heel jammer. Want ik denk dat onze kinderen en onze ouders dat het enorm helpt in het kiezen van juist die goede school die bij jouw kind past. Activiteit pizza maken bij Speeltuin Confetti in de Coronastraat. Yeah.
Hallo, hoe heet jij? Dominique, waar kom je vandaan nu? Van de tandarts. En hoe was het bij de tandarts? Heeft hij geboord of zo? Nee. Was alles goed? Ja. En wat kom je vandaag bij Confetti doen? Wat heb je gedaan? Pizza gebakt. Nou, nog niet helemaal. Want waarom nog niet helemaal? Omdat het bij de tandarts was. Ja. En hoeveel pizza heb je nu gemaakt? Mama 2 en ik 2. En wat zit er allemaal op die pizza? Tomaten en kip en uien en... Ik zag dat je bij jezelf deed, er ging kaas op. Hou je niet van kaas op de pizza? Nee. Nou, over 10 minuten is die klaar, geloof ik. Ben je benieuwd hoe die smaakt? Dus jij weet helemaal niks te vertellen? Ja. Wat dan? Ik weet niet meer. Vind jij keuken leuk eigenlijk? Ja. Toch wel? Je bent niet bang om visanden te krijgen? En hoe vond je die ui dan? Die ui? Een beetje Amaya and Friends, een optreden in Crowns aan de Willem Buitenwegstraat. Please give her a very warm applause to Amaya Isasugasa on the piano and voice. Thank you.
Hartelijk dank voor het kijken naar Senior Delfshaven. Graag tot de volgende keer.